bij de eerste groep driejarigen ook alvast in de piste aan de grond stappen. ...111 wachten met smart op. ...111 van mevrouw Lucia Klaver. Wachten op u, dan is de groep compleet. De rubriek en de mens. 101 was afwezig in deze rubriek. Hierbij de beoordeling van catalogus nummer 100. Dat is een enter die een genoemde sprekend hoofd heeft, een hele lange hals heeft, die niet verticaal gesteld mag zijn. Qua ontwikkeling zou ze iets meer jeugd mogen uitstralen voor deze leeftijd. De bovenlijn is voldoende, de rokrichting zou wat opwaarts mogen, de voorwerp zou wat langer mogen. Paard heeft de bouw van het stromgewicht met name rechtsachter. Rechtsachter zou iets correcter mogen. Mary stapt met voldoende lichaamsgebruik en voldoende ruimte. In draf is ze licht voeten. Met veel zweefmoment, mooi op eigen benen. Waarbij ze het achterbeen niet resoluut onder de massa mag zetten. Mary krijgt vandaag een tweede premie. Nou, dat was een duidelijk verhaal. Dankjewel, Sabine Vaga. Namens de jury 1 enter dus beoordeeld. En dat betekent dat we zo dadelijk kunnen vervolgen met de Twente Merries. En dat betekent natuurlijk ook aan de andere kant even vaststellen dat we vanmiddag bij de kampioenschap van de jeugd dus geen enter zullen kunnen bewonderen. Want de regel is nu eenmaal dat een enter dan wel Twente voor de jeugdkampioenschap een eerste premie moet hebben ontvangen. En getuigen het feit dat dat niet het geval is geweest, betekent dat dat de kampioenschap van de jeugd vanmiddag even door de Twenters beslist zal gaan worden. Nog even ter informatie, er worden in beide ringen wel opnames gemaakt ten behoeve van de livestream. Alleen die is vanwege een of ander technisch onvermogen niet van de mensen die de camera's bemensen. Dat is zeker niet het geval. Maar wat dat precies de oorzaak van is, is mij niet bekend. Maar het wordt niet rechtstreeks uitgezonden. Morgenochtend kunt u een samenvatting bewonderen. Ik denk op YouTube en misschien ook wel op de site van de Vokvereniging. Maar er worden dus wel opnames gemaakt van de hele keuring. Alleen het is niet rechtstreeks te volgen. Oké, bedankt. Mag terug. Twenters. Eerste Twenters zie ik al verschijnen. En ik zou de overigen ook willen verzoeken om vooral deze kant op te komen. Betreft de nummers 102 tot en met 106. Dus 101 van de maatschap Kamminga, 103 van de maatschap Lemstra. Dus 3 aangegeven Twenters, 103, 104 en 105 die willen hier verschijnen. En vervolgens willen we dan eventueel wat eerder dan aangegeven die in de stemmen is gaan beoordelen in dezezelfde ring 1. Een tweetal groepen stemmerries bevinden op pagina 50 en 51. Dus houdt u er rekening mee dat u wat eerder aan de beurt bent. Thank you.
Mensen, we zijn hier in baan 2 gestart met 3-jarige vullenboekmerries voor opname in de baan, paard nummer 109. Paard dat voldoende rastype heeft, sprekend hoofdje, ook veel behang. We hadden graag iets meer oprichting gezien van de hals, ook iets meer lengte. In de bouw is hij lang gelijnd, hij is ietsjes neerwaarts gebouwd. Hij is, kon in de aansluitingen iets sterker zijn. Beenwerk is... Van iets correcter in de voorbenen, de hardheid is voldoende. Hij stapt heel ruim, heeft soms wel wat moeite met gelijke passen. En een draf is zo hoog, heel ruim, en blijft hij wat op de voorrand. Hij mist daardoor nog wat de kracht. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
paard nummer 112 in de baan. Paard dat goed in trastype staat, mooi sprekend hoofdje erop heeft, ook veel behang. De hals is goed gevormd, voldoende van lengte. In de bouw hadden we hem graag iets langer gelijnd gezien. Hij mocht ook iets sterker in de rug zijn. Beenwerk heeft voldoende hardheid, kon iets correcter in de voorbenen. Paard stapt heel ruim met een goede takt. De draf, ja, daar mist hij toch de kracht en de gedragenheid, ook iets hoger ritme. Hij moet meer in balans lopen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Prachtig, mooi commentaar van mevrouw Sabine Zwaga. Zeer duidelijk omschreven waarom de ene, de tweede en de andere een eerste premie heeft ontvangen. En dat betekent dat we dus op het 5 vanmiddag zullen terugzien voor het eerste kampioenschap. Onderwijl is men in ring 2 druk bezig met de eerste groep 3-jarigen, rubriek 6A. En mag ik de volgende groep 6B alvast uitnodigen om die paarden ook op tijd klaar te hebben staan, zodat de voortgang gecombineerd kan worden straks in ring 2. Dat onze vice
paarden ook in de dressuursport steeds nadrukkelijker aan de poorten rammelen en tot uitstekende prestaties in staat zijn. Een hele verheugende ontwikkeling waar we natuurlijk allemaal als fokkers blij mee kunnen zijn, want dat garandeert ook weer voor de komende jaren een zekere afzet van onze paarden. De volgorde van de vier in de eerste groep, 108, 107, 114 en 113. Dat is de kwaliteitsvolgorde op dit moment bij de eerste groep, driejarigen uit rubriek 6A. Ja, dankjewel. Onze eerste groep driejarigen. We hebben hier 6 paarden gekeurd. De nummers 110 en 111 waren afwezig. Onder 109 en 112 zijn opgenomen in het stamboek en deze paarden zijn terug voor premiering. Op vierde plaats nummer 113, paard dat voldoende trastype staat, goed gevormde hals heeft, ook voldoende lengte erin, kon iets sprekender in het hoofd zijn. De bouw is hij met een goede bovenlijn, voldoende lengte in het lichaam, ook wel opwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap heeft hij ruimte en voldoende takt, we hadden daar graag wat meer souplesse in gezien. De draf, ja, dan blijft hij toch een beetje op een voorrand. Dan mocht hij wat meer kracht en meer ruimte hebben en souplesse tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, mijn derde premie. Een paard nummer 114. Paard met veel gasuitstraling, mooi front erop, goed gevormde hals. Kijkt mooi de wereld in. In de bouw heeft hij wel voldoende lengte in het lichaam, maar miste toch de sterkte in de bovenlijn. Met name in de lendenaansluitingen kon die sterker zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, iets gehoekt in de achterbeen. De stap is ruim en voldoende takt, we miste daar een beetje activiteit in. In de draf maakt hij een goede houding, heeft hij een goed achterbeen. Goede balans, mocht daarbij iets meer over de rug gaan. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, mijn derde premie. Voor een hoge waardering willen we toch iets correcter in de bouw zien. Dan hebben we paard nummer 107. Dat is een langgelijnde merrie met een goede bovenbouw, sterk in de rug. Een rastype heeft die lange hals, kon iets meer luxe opdruk hebben. Beenwerk is voldoende droog, iets gehoekt in de achterbeen. Paard stapt heel ruim met voldoende kracht en een goede takt. In de draf heeft hij ook mooie ruime passen. Hij gaat goed opwaarts, hij maakt die soms iets lang, mocht iets meer verzamelen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 108. Een heel jeugdige merrie. Die correct gebouwd is. Goede bovenlijnen, hoogbenig en opwaarts gebouwd. Een trastype, mooie voorhand erin heeft. Wel een voldoende sprekend hoofd. Beenwerk is correct gesteld. Ietsjes gehoekt in het achterbeen. Voldoende hardheid erin. De stap heeft een goede takt. Mocht daar iets meer ruimte in maken. De draf heeft hij ook voldoende ruimte. Gaat hij opwaarts. Hij mist nog een beetje de balans, de gedragenheid. Hij is iets te hoog ritme.
Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterfverklaar met tweede premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Thank you.
gezorgd voor de juiste sfeer op zo'n keuringsdag als vandaag. En natuurlijk zijn we ons bewust van het feit dat we zonder hen niet eens in staat zijn om een dergelijk evenement op taal te zetten. We willen hun voorhand ook aanbieden voor de dankzij en voor hun bereidwilligheid om deze dagen financieel te ondersteunen. En dat geldt ook voor alle adverteerders, trainingsstallen en iedereen die op welke manier dan ook bijdraagt aan het welslagen van deze keuringsdagen hier op de Zomare Heide. Dus nogmaals een vriendelijk verzoek om een tweede groep te stemmen. Je ziet dat met zeggen 157 tot en met 162 ook alvast richting de voorstelling te brengen.
nadat u de volgorde al genoteerd hebt. 152, 153, 155, 154 en tenslotte 151. Dat was de volgorde, dat dus zijn. En het zou kunnen dat dat nog aangepast wordt, maar dan horen we dat natuurlijk zo snel mogelijk. De jury is nog druk aan het overleggen en sommige individueel nog wat verschil van inzicht. Dat kan natuurlijk ook juryleden zijn, mensen en hebben een persoonlijke smaak en dan moet je proberen om met elkaar toch tot een eensluidend oordeel te komen en dat slaagt in de meeste gevallen natuurlijk altijd. Paard nummer 119. Paard dat voldoende rasuitstraling heeft, goed gevormde hals. Hij had wat meer oprichting, hadden we graag gezien. Een meer verticaal geplaatste hals. Het hoofd is voldoende sprekend, hij heeft ook behang erop. Naar bouwen, ze ligt er een goed schouder in. De rug is voldoende sterk, dus wat hellend in het kruis. Beenwerk hadden we graag iets meer hardheid gezien. Kon ook iets correcter in de voorbenen. De stap, dan mist hij toch wat de ruimte. Heeft hij soms wel moeite met de goede takt. In een draf loopt hij wel met voldoende ruimte. Voldoende kracht, maar hadden we graag iets meer zijn reizen in de voorhand en iets meer dragen zien hebben. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering zien we toch graag meer kwaliteit in beenwerk en de stap.
157 tot en met 162. Graag naar de voren staan. Ja, daar waren wat problemen met het aggregaat wat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening, voor het hele terrein. Laten we hopen dat de storing tot het verleden behoort. Het is heel lastig en het zorgt voor vertraging. Maar goed, dat is overmacht, daar kunnen we weinig invloed op uitoefenen. Die kunnen zich melden alvast in de vooropstelling. U vindt ze op pagina 2 en 63. Super! En dan gaan we zo dadelijk hier in deze tweede keuringsgang horen hoe het lijkt met de kwaliteit en de plaatsingsvolgorde van de groep. Dank u op dit ogenblik zo goed als klaar is. 131 plaatsen piste vandaag. Stappen ze dan natuurlijk even in een spanning rond. En dat wil voor sommigen nog wel eens positief uitpakken, omdat er toch wat meer ontspanning zichtbaar wordt van de wat duidelijk ten goede komt van de stad. En sommige vallen. En we wachten nog op de jury nog tot een wijziging van de volgorde besluit. En nog druk aan het overleggen. Mevrouw Esterheen, Tim Brummel, ondervoorzitterschap van inspecteur Jan Hennings. En dan voel je toch ook de spanning langs de kant bij diverse vormers, dan wel eigenaren. En ja, die velden voor sommigen een uur ter waarheid, hoewel dat ook maar in betrekkelijk is. Dan mocht het vandaag niet lukken, de paarden soms in de sport verschijnen en zich ontwikkelen in positieve zin. Dan kan het best zijn dat er de komende jaren alsnog een zo'n veldgewenst predicaat in de wacht wordt gesleept. En met name als paarden in de IPO, daarbij een APFP-test zich positief onderscheidt, dan heeft dat in sommige gevallen zeker ook gevallen voor de status op papier. Dankjewel. De tweede groep. Op de vierde plaats nummer 115. Mary die goed een trastype staat, mooie royale voorhand heeft. Ook in de bouw, correct gebouwd dus. Lang gelijnd. Goede rug erin. Beenwerk hadden we graag iets meer kwaliteit gezien. De stap heeft nu voldoende ruimte erin. Ook een voldoende kracht. Ook de takt is voldoende. De draf. Ja, daar heeft hij wel een goede houding, gaat hij opwaarts, maar miste toch de kracht in de achterhand. Gezien dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Van hoge waardering willen we toch iets meer kwaliteit in beenwerk en draf zien. Dan hebben we paard nummer 117. Paard die
iets rijker aan de voorhand mocht, iets meer oprichting, waar een edel hoofdje erop heeft. De bouw voldoende correct gebouwd is. We missen een beetje de aansluiting in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is iets gehoekt in de achterbeen. De stap heeft voldoende ruimte en tak erin. In de draf missen we ook een beetje het dragend achterbeen. Heeft wel voldoende ruimte, maar moet er iets meer zweefmoment tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 120. Paard dat iets ieder aandoet in de voorhand. Heeft wel een lange hals, maar mocht iets meer kap hebben. Het hoofdje is voldoende sprekend. In de bouw is hij voldoende correct. Kon iets meer bespiering hebben in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende hardheid, maar is vrij gehoekt in het achterbeen. Hij is ook week gekoot in de voorbenen. Hij stapt wel ruim, met een goede takt. Mocht er hierbij iets meer kracht tonen. In de draf heeft hij ook voldoende ruimte. Maakt hij zich een beetje lang, kon hij iets meer erin klimmen. Dit paard wordt vandaag opgenomen met een derde premie. Voor een hogere waardering moesten we meer kwaliteit in beenwerk hebben om iets mooier een trastype. Dan hebben we nummer 121. Merk die goed in trastype staat, goed gevormde hals heeft, ook wel jeugdige opdruk. Verder in de bouw ook correct gebouwd is en voldoende aansluitingen heeft in de bespiering. Beenwerk is voldoende hardheid, fractie gehoekt in de achterbeen. De stap is een beetje wisselend. Als hij zich goed ontspant, krijgt hij een goede ruimte en een goede takt erin. Als je een beetje spanning hebt, dan wordt hij toch een beetje korter. Maar het paard draaft ook heel makkelijk. Goed achterbeen erin, mooi opwaarts, veel balans erin. Het paard wordt vandaag opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Thank you.
Paarden in de hoofdrol. Van de showplaats in de van de Liedsman Kriegel. Roze ketting, helemaal los. Van Kinderen en Ponies. En dan hopen we zo rond de klok van de uur 6 te kunnen terugzien op een verslagen dag. Met mooie resultaten. En we hopen natuurlijk allemaal dat het droog mag blijven. De enige aangegeven. De waarde zweven, dus de enige afgelopen. Blijft er dus één keer over. We gaan niet nemen. Vier jaar in oude bestemmerisch. Want de aanbouwer, die mag ook deze kapper komen. Je bent zo dadelijk aan de beurt. En dat geldt ook. De twee aangegeven kroonmerries uit rubriek 10. Ik realiseer me dat we nu in verlegenheid brengen omdat we enigszins voorlopen op het tijdschema, maar toch een vriendelijk verzoek om te proberen waar de dag redelijk snel in de voorstelling aan te bieden. Voor de jury de laatste vier van het CDA-de bestemming, 162, met de hette van mevrouw Lindeman van der Wal in de Wilf. En dan gaan we die paarden die zijn geselecteerd voor het rondstappen. Op de kwaliteitsschaal van de plaats en dat horen we zo dadelijk van de jury. En dan is het interessant om te vernemen welke paarden naar de centrale koeien komen. En midden september zal de centrale koeien plaatsvinden in Haarig. Topdagen voor liefhebbers, fokkers en gebruikers van Friese paarden. Verschillende finales
kampioenschappen te veel op een modelverklaring, kroonverklaringen. Voor u volgorde kunnen leiden, maar dat wachten we natuurlijk mooi af. En dan krijgen we de instructie van de jury om dat aan te passen. Benieuwd uiteraard de motivering straks voor wat betreft de volgorde. En op het nog uit het aangelegen geworden voor de centrale keuring. Dat is het spanningsveld op dit moment hier in de 1. En onderwijl kijken de dames wel geconcentreerd. Mevrouw Nachtegaal, mevrouw Blom, mevrouw Zwaga en de heer Thijssen. We zijn nog druk aan het overleggen en discussiëren over de groep. En dan maken we ons op voor het bespreken van deze groep. Het woord is aan mevrouw Sabine Zwaga. Dankjewel, Henk. Heel fijn dat de microfoon het deze keer doet. Mooie rubriek stemmerries, die we op kwaliteitsvolgorde hebben geplaatst. En in deze rubriek gaat het om wel of niet een aanwijzing voor de centrale keuring. En dat betekent eerste premie waarde. We beginnen bij catalogus nummer 162. Dat is een royaal ontwikkelde merrie die voldoende lang gelijmd is, die wel erg neerwaarts gebouwd is, meer voorbeenlengte zou mogen hebben. Voldoende bovenlijn, voldoende droog beenwerk, de hoeven zouden wat royaler mogen. De stap is erg kwetsbaar, met name in de wending heeft de merrie moeite met het dart. De draf heeft een goede beentechniek, maar daarbij zou ze nog een iets meer opwaartse lichaamshouding mogen tonen. De merrie wordt niet aangewezen voor de centrale keuring, daarvoor zou de stap toereikende moeten zijn. Tafel nummer 158 is een merrie met veel front die iets meer jeugduitstraling zou mogen hebben. De merrie is volgens mij zogend, maar zou iets meer bespiering over de bovenlijn mogen hebben en het kruis zou minder helft mogen zijn. Heeft een voldoende horizontale romprinting. De achterbenen zijn praktisch sabelbenen. De stap heeft voldoende tak en ruimte. Onze taak om hier aan dit te bereiken. Samen met de instituut gestoken. Kleindochter van Harm van der Meulen. Tini, die de traditie in de familie voortzet. Twee uitnodigingen zoals de laten we dat maar in. Met de ereronde zal ik de buur. Een dubbelslag wat dat betreft voor die uitnodigingen van de centrale keuring. Van de Hens Tjeppe 500, die hier twee paarden aan kop heeft lopen, 161. Lutske Haan, Tjeppe van Alwin, van de Wendel in Rotterdam, gepakt door de S. Hartenman in Noorwegen. En 160, Jasmin Uwe-Westerbeen, eveneens Tjeppe, keer Timo. 456 van de maatschap AFTB Kamminga in de West-Rijn. Lok Meeske. En uiteraard zorgen we die bij de kop in de medewerker voor de Kamminga van de Orde Meis. 164 en 160 die verwacht zich voor de medewerker voor de Kamminga jou hier in Orde. En twee kroonprins, 165 en 166. Hé?
met die strakke ballende. Een hasttype heeft die een mooie lange hals, die moet iets meer kap hebben. Hoofd te springen, moet wat meer behang hebben. Beenwerk heeft veel hardheid, hij komt wel wat karakter in de voorbenen. De stap, ja, daar heeft hij toch wat moeite voor de goede gelijke passen te houden. Heeft hij wel ruimte, maar moest hij meer taktvaster zijn. De draf heeft hij ook veel ruimte, maar mist hij de souplesse en de gedragenheid. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. In de hoofd erop heeft. De lange hals moet iets meer kap hebben. In de bouw is die voldoende lang geleid. We hadden hem graag iets sterker gezien in de middenhand. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is wel wat gehoekt in het achterbeen. Ik wil ook iets correcter in de voorbenen. De stap heeft die goed of wat goede ruimte. Voldoende kracht is dus soms toch iets uit balans met het wegzetten van het voorbeen. De draf heeft hij ook ruime passen, voldoende kracht in het achterbeen. Maar hadden we graag iets meer balans gezien. Ik denk dat ook dat een beetje met de correctheid van het voorbeen te maken heeft. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we nummer 125. Een heel rassige merrie.
Mooie voorhand erin, ook lang gelijnd. Hoogbenig. Hij is wat strak in de lendenpartij. Beenwerk hadden we graag iets correcter gezien in de voorbenen. De hardheid is voldoende. De stap, ja, dan is hij toch een beetje kort en dan mist hij de souplesse en het door in het achterbeen. De draf heeft hij wel een goed achterbeen en een voldoende houding. Hadden we graag ook iets meer zweefmoment en souplesse gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Voor een hoge waardering willen we toch iets meer kwaliteit in beenwerk en stap zien. Dan hebben we nummer 123. Paard dat voldoende in trastype staat. Mocht iets meer front hebben, iets meer kap erop. De bouw is hier lang gelijnd, ook voldoende sterk in de bovenlijn. Beenwerk heeft de goede kwaliteit ook voldoende rechtgesteld. Paard dat heel makkelijk stapt, ruim en met een goede tak erin. In de draf heeft hij ook wel voldoende ruimte, maar missen we een beetje dragen. Dragend achterbeen en iets meer reizende voorhand mocht hij doen. Maar gezien zijn goede stap compenseert hij dit wel. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 127. Ook een modern gebouwd paard, lang gelijnd en hoogbenig. Een trastype mocht hij iets rijker zijn, iets meer luxe opdruk hebben. Beenwerk is goede hardheid, kon iets correcter in het voorbeen. Paard dat makkelijk stapt, met ruime passen, goede tak erin. Ook in een draf veel ruimte erin heeft en goed vermogen in het achterbeen. Mocht daarbij iets meer souplesse tonen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Paard met 122, paard met veel rasuitstraling. Lange hals, goed gevormde hals, met een helder hoofdje erop. Hij is lang gelijnd, goede bovenlijn erin. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd, mocht wat meer lengte hebben in het voorbeen. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, iets gehoekt in het achterbeen. De stap heeft hij voldoende ruimte en kracht. De draf heeft hij ook een sterk achterbeen. Blijft een beetje op de voorhand, we hadden hem graag iets meer zijn reizen in de voorhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Een mooi resultaat, 3 sterpredicaten met een tweede premie en over een derde premie. U hebt Jan Hellings uitstekend horen verwoorden hoe de besluitvorming tussen de juryleden tot stand is gekomen en met welke motivatie. Goed, de linten zijn aangehangen en we gaan genieten van een ereronde. Ik zou zeggen 122, Nele van der Wetse, een challenge. Uit een harmonmoeder van J. Nicolai Kwijzel. Vervolgens 127, Martina van Oostenburg. De jonge Menne uit een challenmoeder van Fokker-eigenaar A. de Hoek in Drachtercompagnie. En 123, Maaike van der Zwadde. De jonge Omer uit een Arnoldmoeder van Fokker-eigenaar I.
weer, hè? Thank you.
nog volop concentratie bij de jury aanwezig. Er zitten een paar dingen op de wedstrijd. Met name ten aanzien van de stap. En dat zorgt er alleen maar voor dat de spanning nog verder oploopt. En de bloeddruk hier en daar langs de kant misschien ook nog wat verhoogd. En ondertussen kan ik nog een keer de laatste beroepen. Ik ben voor dadelijk hier aan de beurt. Rubriek 6-1. Rond 36 tot en met 142. Komt u maar deze kant op en dan is er bij de ringmeester. Blijft zoals die was. Het woord, verlossende woord, in dit geval, wordt op ons gegeven door inspecteur Jan Hellings. Tweede namens Esther Reen en Dick Brunt. Jan, aan jou het woord. Ja, dankjewel. De derde groep driejarigen, alle paarden zijn terug voor een premie. Op zich is dat al een goed resultaat. We hebben, beginnen met nummer 129. Paard dat goed in het rastype staat, goed gevormde hals heeft, hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij een goede romprichting erin, mooi lang voorbenen, schouder is goed gelegen, rug is voldoende sterk, iets hellend in kruis. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap heeft hij ruimte, kon daarbij misschien iets meer kracht tonen, maar een goede tak erin. In een draf heeft hij een goede houding. Zet het voorbeen goed weg, maar hadden we graag toch iets meer ondertredend achterbeen gezien, iets meer draging erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, mijn derde premie. Dan hebben we paard nummer 134, een langgelijnde merrie. Mooi evenredig gebouwd, ook een goede bovenlijn. Het kruis is een fractie hellend. Het rastype heeft hij een lange hals, ook goed gevormd. Het hoofd kon iets edeler zijn. Het beenwerk heeft hij een goede kwaliteit. Hij is iets gehoekt in de achterbeen. Gewoon ook iets correcter in de voorbenen. De stap heeft hij een goede ruimte. Is hij ook actief. En draf gaat hij opwaarts. Goed, maakt hij goede ruimte. Kon daarbij het achterbeen iets meer ondertreden. En dit voorbeen uitleggen, maar heeft wel voldoende balans. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaar mijn tweede premie. Dan hebben we paard nummer 135. Het is een merrie met een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop. De hals heeft voldoende lengte, mocht iets meer kap hebben. Hij is een beetje onderhals en de bouw is hier mooi evenredig gebouwd. Ook sterke bovenlijn, het voorbeen kon iets meer lengte hebben. Beenwerk heeft goede kwaliteit, heeft ook grote hoeven. Hij is ietsjes week gekoot van voor. De stap is heel vlijtig, heel soepel, heel veel souplesse, mooie tred erin.
En draf heeft hij ook veel actie in de benen, goede ruimte. Hij mocht daarbij misschien iets meer snelheid maken. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaar met een tweede premie. Dan hebben we nummer 132. Ook een heel modern gebouwde merrie. Mooi opwaarts gebouwd, lang voorbeen erin, sterke rug. Dat, voor de mooie afwerking hadden we het kruis graag iets anders qua ligging gezien. Ook een drastype, heeft hij een goede voorhand, een sprekend hoofdje erop. Beenwerk heeft goede kwaliteit, hij is ietsje stijl gekoot van voor. Gewoon nog iets correcter in de voorbenen. Hij stapt makkelijk, ruim en vlot door het lichaam. Een draf heeft hij ook goede ruimte, gaat hij mooi opwaarts. En voldoende actie in de benen, mocht erbij iets meer kracht ontwikkelen. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek en sterverklaar met tweede premie. Onder 33 is een grootramige merrie, ook hoogbenig. Heel veel lengte in het lichaam, kon in de ruglijn iets sterker zijn. Ook een rastype, royale voorhand erin, lange hals, veel behang erop. Mocht net iets meer luxe opdruk hebben. Het achterbeen is wel gehoekt, voorbeenstand kon ook wel wat karakter. De hardheid is goed, paard dat een hele ruime vlotte stap heeft. Ook in een draf, dan maakt hij heel veel ruimte, gaat hij mooi opwaarts, sterk van achter. Mocht daarbij iets meer gesloten zijn in de middenhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Dan als laatste paard nummer 130. Een heel rassige merrie, mooie voorhand erin. Heel veel uitstraling. In de bouw is hij niet zo heel royaal, maar hij is wel heel correct gebouwd. Heel sterke bovenlijn, ook mooi evenredig. Beenwerk heeft goede hardheid. Hij is ook voldoende correct in het achterbeen, ietsje sabelbeen. Het voorbeen kon iets correcter. Paard dat wel voldoende ruim stapt en ook voldoende souplesse toont. Hij heeft soms wat last van de spanning, maar als je zich ontspant, dan gaat hij wel goed stappen. Met name in de draf presteert hij heel sterk. Gaat hij mooi opwaarts, heeft veel balans, heel veel kracht en heel veel ruimte. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. En sterverklaar mijn eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Dankjewel, meneer Jan Herks, voor je keurige uiteenzettings met betrekking tot de plaatsing in deze groep. En die komt uit de spanning is daarbij mooi opgebouwd. Beginnen met een derde premie, dan vervolgens een viertal zetten met een tweede premie. En als klapstuk van deze sterke groep. De Oranje Rozet, een eerste premie voor 130 neentje van kampioensrechts Johannes 484 uit een Alrinkmoeder genaamd Tijntje Krom met een dubbel A schokker met een broeder van de tijden op einde en in eindig ook bij Henk Mierding in Twijzel Heide met een compliment ook aan de fokker. Onze ringmeester, Klaas Broeder. En hij staat te genieten samen met de eigenaar deze van de kant. Applaus voor deze mooie, sterke, goed bewegende driejarige bekroond met de eerste premie. En hier vervolgens met de tweede. Voor Marlee Marlien van onder. Van de Veen is Jurhuizen, de Alvin Geertier. Goed, ook hier toe aan het rondstappen in de voorlopige volgorde die ik u zo ga melden. Afkap 143, dan 149, 173.
training vaak helemaal door ontspanning, vaak ook buiten. Bij de individuele presentatie vaak helemaal opgewonden. En dat de hele kans hebben. Het verloren tekort wordt dat dan niet gesproken door mevrouw Sabine Zwaan. Ja, dankjewel Henk. En rubriek 3A van mij is hier in deze baan. We hebben 6 paren gekeurd, nummers 145 en 150 waren aanwezig. Nee, 145 en 147 waren aanwezig. Alle paren die we gekeurd hebben, mogen terugkomen voor primering. En we beginnen met de avond nummer 144. Dat is een woordgeleide hoogbenige merrie die opwaarts gebouwd is. Die voor haar leeftijd al veel behang heeft. Een heel veel expressie in het hoofd. Merrie heeft een goede bovenlijn, goede kruisligging, goede romprichting. En ook een royale schouderpartij. Beschikt over droog beenwerk. Heeft een opvallend goede stap met veel lichaamsgebruik. Resoluut en veel ruimte. De drap was ruim voldoende. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterk verklaard met een eerste premie. Wat een enthousiaste lange kant, terecht uiteraard. Gefeliciteerd. En mits lid van de voorvereniging zien we deze topper vanmiddag terug voor het kampioenschap van de driejarigen. Deze jonge Marcus Marije van der Kooijpleets van de combinatie Marcus 491 maal Beert 411 voor krijgenaar aan Holmes en Dambode. En een mooi resultaat nog ook in deze groep. Met daarnaast nog een tweetal tweede premiester verklaarde paarden. 144. Mariske Dame de Tuin uit de Maurus. Moeder van Fokker Tietje de Vries in de Droge Hand. 148. Monke Unique van de Rijnwijk. Jonge Jemme, de Tjallemoeder van familie De Vries in Oosterwolde. En 149 ook sterk in de tweede premie, Mietje van het Jubelstelk. Johannes Hierat 4 uit de Ulbrik, moeder van Gevius van in Pormen. Gefeliciteerd. Dan gaan we naar de overzijde bij ring 2 eens kijken hoe ver men daar is gevorderd met die laatste groep 3-jarigen. Het ligt in de planning, als ik even naar het tijdschema kijk, dat we kwart over 1 beginnen met het middagprogramma en afhankelijk van het slotstuk in het ring. Thank you.
de laatste groep, de driejarigen. En we horen natuurlijk net als bij de vorige groep de vraag van de woordvoerder en voorzitter van de driejarigen hoe het gestart is met de kwaliteit en daaraan gekoppeld op de primering van deze laatste groep. Jan? Ja, dankjewel. Nou, de kwaliteit is goed te noemen. We zijn allemaal weer terug voor een premie. Op zich is het al een goed resultaat. We beginnen met nummer 138, een paard met extreme, een paard dat heel goed in trastype staat, mooi rassig is, mooie royale voorhand op heeft, veel behang, een mooi edel hoofdje. In de bouw is doet hij wat drie delen gaan, missen dan toch in de rug de sterkte, hij is een week in de rug, hij is ook wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk hadden we ook graag iets meer kwaliteit gezien, hij is vrij gehoekt in het achterbeen, ook wat hollend voorbeen. Verder voldoende rechtgesteld. Paard stapt wel makkelijk met een goede souplesse. En, stapt. Ook in de draf heeft hij goede ruimte, veel souplesse. Maar hadden we graag iets meer kracht en iets meer zijn reizen naar voorhand. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we paard nummer 140. Paard dat correct gebouwd is. Mooi lang gelijnd, ook goede bovenlijn. Trastype, voldoende rastype. Aan een lange hals, mocht die iets meer verticaal geplaatst zijn. Beenwerk is voldoende rechtgesteld, maar we hadden graag iets meer hardheid gezien. De stap is die toch wel wat gehaast. Dan missen we een beetje de ontspanning en de ruime passen. Dat zien we ook terug in de draf. Blijft hij een beetje druk, heeft hij wel genoeg kracht en ruimte, maar moet daar meer een balans lopen. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we paard nummer 137. Dit paard heeft heel veel rastypen. Ik denk dat dit paard voor ons vandaag het hoogste in tras scoort. We hebben hem ook een 9 gegeven. Zo'n mooie royale voorhand erin. Goed gevormde hals, veel lengte erin. Heel hoofdje, veel behang. Ook in de bouw is hij lang gelijnd. Hij kon wel iets sterker zijn in de middenhand. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook een voldoende rechtgesteld. De stap is voldoende ruimte. Ook voldoende krachtig. Een draf heeft hij ook ruime passen, gaat hij goed opwaarts met een voldoende sterk achterbeen. Gezien zijn type en voldoende beweging wordt het paard vandaag opgenomen en sterverklaard met een tweede premie. Dan hebben we paard nummer 139. Een paard met een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop, ook goed gevormde hals, voldoende lengte erin. Een paard dat grootramig is, lang gelijnd. Ook hoogbenig. We hadden hem graag iets meer bespiering in de bovenlijn gezien. Paard dat goed beenwerk heeft, ook rechtgesteld. Voldoende hardheid. Paard dat vlijtig stapt, ruime passen maakt met goede tak erin. Ook in de draf gaat hij goed opwaarts. Heeft een goede balans erin. Mocht daarbij nog iets meer souplesse tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaar met tweede premie. Dan op kop geplaatst nummer 141. Ook een heel rassige merrie. Mooie voorhand, mooi hoofdje erop, lange hals. Kijkt paard met veel statuur, kijkt echt de wereld in. Ook in de bouw, lang gelijnd. Goede bovenlijn erin. Hoogbenig. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Is een fractie gehoekt in het achterbeen. Paard dat voldoende ruim stapt, ook goede souplesse toont. Ook in een draf. Heeft hij veel vermogen, veel mooie ruime passen, met een goed gebruik van het achterbeen. Hij zet het voorbeen heel mooi weg, veel knieactie erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd.
zeker ook deze groep een kop. Een eerste premie 141, Mijke van de Pieterwaai. Voor succes ook voor de steun 505. Uit de stemming onder de Hilfkaal gedaan, de Kroonsport bij de dubbele A. Ook een eigenaar de familie Hoekschema in Ureten. En een tweetal tweede premie sterpaarden. 139, Neeltje B. De jonge Wieber 461 uit een Linse 384 moeder Oentje van de Gwaaien. Fokker mevrouw A.C. de Waard in Rien. De neiging door bij de combinatie van het Ark en Wiebinga in Oud-Bouden.